gaat fantastisch. Een mooie sport hebben we, maar bovenal de ruiters zijn zeer enthousiast. We organiseren het nu voor de derde keer. En we streven erna om elk evenement, elke editie weer een stukje mooier te maken, een stukje beter. Het is zien ruiters wat enorm gewaardeerd. Dit is natuurlijk voor de jeugd een gigantisch goed evenement om ervaring op te doen. Maar je ziet ook de impact van dit evenement. Heel veel buitenlanders komen hier naartoe. Prachtig goed concours. En dit is eigenlijk de opstap naar het internationale gebeuren voor hun. Rowan, net de piste ingeweest. Hoe ging het? Het ging wat minder dan verwacht. Ik had een paar fouten. Ja, dat had beter gekund. Dat is eigenlijk de conclusie die je kan trekken. Misschien wel een hele vervelende vraag, maar was het wel leuk? Ja, het was wel leuk. Het is weer een ervaring rijker. En het was een voor de jonge paarden. Ik heb twee jonge paarden mee. Dus het is een goede ervaring voor hem hier. Wat kan je zeggen over het deelnemersveld deze weken? Ja, afgelopen weekend hadden we echt de top van de jeugd in huis. De ruiters die er waren, die zien we misschien straks weer terug op de Olympische Spelen. Dat zijn de toekomstige talenten, of de toekomstige toppers. En komend weekend hebben wij ruiters die rijden een parcours van 1,20 meter tot 1,45 meter. En daarin zie je dus ook jeugdruiters, maar ook dus de professionals. Paarden die zij meenemen, dat zijn toppaarden, maar ook vooral talenten. Die zij opbouwen voor de allergrootste wedstrijden. Je ziet ook aan de hele infrastructuur en alles dat het dat komt op de kalender en dat krijgt steeds meer bekendheid. Vooral nu alleen nationaal, maar dat praat enorm rond. Dat komt internationaal nou ook langzaam op de kalender. Want ze willen hier groeien, ze hebben die ambitie uitgesproken. Is dat realistisch? Ja, dat hangt er vanaf hoeveel prijzengeld ze in de toekomst uit kunnen gaan schrijven. Hoe meer prijzengeld, hoe betere ruiters ze krijgen. Is het echt zo simpel? Zo simpel is het. Het eerste weekend is geweest, het tweede weekend zit er dan aan te komen. Wat kunnen de mensen daarvan verwachten? Ja, we beginnen op donderdag, donderdagochtend tot en met zondag. Alle dagen springspot, gratis toegang, een hoop gezelligheid tussendoor. Want we proberen nog een klein beetje extra cachet aan te geven met muziek en dergelijke. Ja, we hebben feestavonden en op zondag de allesbeslissende grote prijs. Het finale parcours, dat wordt gewoon een fantastisch mooi spektakel.